Goedemiddag allemaal. Het is nu net 20 over 1. Sorry, excuse me. Het is vandaag 4 augustus. Ja, gaat hard. Heel andere setting dan jullie weer van mij zijn gewend. Ik ben met mijn ventje mee. Ja. Alles wordt dus zelf gesorteerd. Niet door Roderick zelf, maar door mensen op het sorteerdepot. Maar dit moet dus Roderick dus allemaal weer zelf gaan hersorteren. Omdat dat dus gewoon niet goed in elkaar zit. Dus dan moet je eigenlijk je post lopen. Maar je moet ook nog eens een keertje je eigen post weer hersorteren. En daar zit gewoon heel veel werk in. Dat doe ik ook altijd. Rode kaartjes. Het ziet er feest eruit. Gewoon ook je naam zeker, of niet? Ja. Ja. Dat is erg. En als je een heleboel kaartjes te zorgen krijgt. Mag die even, ik moet net zeggen. Mag ik die andere nog, de eerste nog even goed in beeld? Dat heb ik nog net niet goed in beeld. Ja, nou heb ik alles wel goed in beeld. Maar... Dat is leuk. Ha. Nou, dit kan eigenlijk Sand ook wel gaan doen. Met blauwe kaartjes. Ja. Ik zal er zo eventjes een foto van maken. Is leuk. Ja. Maar hier zit dus ook wat meer tijd in, of niet? Ja, maar het spaart er weinig veel meer tijd. Ik leg het even op volgorde van Roeten. Voor mij nog een beetje. Ja. Leuke paarse enveloppen en met een paars randje. Grappig. Het is de snelheidsbelasting. Ja. Dat is leuk. Ja, maar hier zit dus gewoon zo heel veel tijd in eigenlijk al. Daar zeg ik al, hij moet dit ook nog doen. Dus ja. Ik vind het eigenlijk gewoon niet kunnen. Eigenlijk vind ik gewoon dat de mensen die het eigenlijk sorteren gewoon ook eens een keertje mee moet lopen met het postbezorger zelf. Weet ze precies hoe het... Ze krijgen instructies. Ja. Hoe het gesorteerd moet worden. Ja. En een beetje snel. Ja. Soms doet het te snel, omdat er gewoon te weinig tijd is. En ik heb begrepen dat er zit een redelijke druk achter de sortering. Ja, precies. Ja, maar soms het is er bijna altijd zo. Maar het is een hele lange intro van bijna 5 minuten. Is leuk. Grappig. Ik neem ook gewoon een treetje mee. Slim. Hè? Heel slim. Maar ben je ook blij dat ik jou ga helpen? Want je hebt nou geen benenwagen mee, hè? Nee. Ja, maar wat heb je nou al meer mee dan? Ik heb de post mee. Ja? Zo, de post daar. De post mee en dan heb je mij mee en je hebt een extra fiets mee. Ja, best zichtbaar. Oeh. Even dorst. Lekker. Heerlijk, toch? Heb je ook? Ja, toen waren we alweer in de wijk bezig.
Ja. En we hebben al aardig wat gedaan, want mijn bak was helemaal vol. Dat is hier nu ook nog wel, deels. Maar het was hier al helemaal vol met post. Dat is dus nu ook al niet meer zo. En ik had 3 bundels met hele huis- en huisbladen. En dan heeft Ro hier ook nog het een of ander post volgens mij. Jij hier ook nog in. Hey, schat. Zit jij mijn post? Altijd toch? Oh, okay. Maar hoeveel straat hebben we nu al gedaan? 1, 2. 3, 4, 5. En een beetje. 5,5. En hoeveel straat hebben we? 10 plus. 10 plus 1, 2, 3, 13. Nou, dat gaat snel hè zo hè? Dat gaat snel, ja. Heb je er weer zin in? Ik heb er zin. En dan straks in bad zeker, of niet? Dat ook. Lekker! Nee, nog wat even. Ik heb nootjes bij me toevallig. Ja, en wat heb je anders bij je dan? Nee. Eet jij die melk? Wil jij dan nog, als wij thuis komen, eventjes in die prullenbak even leeg? Want er zitten allemaal nu thuis, allemaal van die stompvliegen op. Ik moet echt weg. Ja. Omdat ik zo dom ben geweest. Nou, dan vergeet dat misschien. Ja, misschien wel, ja. Niet dom. Nee. Zeker niet. Nee, toch niet? Mooi. Kijk. Kijk, pak nou die. Dan heb ik nog over in mijn krat. Dan hebben we deze nog huis aan huis allemaal. Dus... we gaan goed, het is nu alweer bijna 2:30. Dus we gaan lekker bezig zo. Deze hero en een oude PostNL, hè? Bijna oud. Oud. Heel oud. Heel oud PostNL, hè? Want binnenkort en dan gaat deze logo weg en dan deze t-shirt ook weg. Maar deze Maloot hero en die bedankt hem net. Voor het helpen. Ja, morele steun. En wat heb ik gedaan? Morele steun geboden. Ik? Ja, Mariel. En eten en drinken mee. Ja, maar dat doe ik toch nooit voor jou? Nee, dat doe je nooit. Vandaar dat ik niet bedank. Ja, daarom. Ik doe het nooit voor jou. Want dat is ook nog een bevestigd. Ja. Want net zoals laatst waren wij dus in de trein op weg gaan naar mijn moeder. Die hebben jullie al lang al en breed gezien. Maar ik zal hem ook even hier weer even onderin zetten in de link. In de i. Ja. Als ik het niet vergeet. Maar er kwam iemand bij mijn moeder op bezoek, diegene, die oude meneer. Omdat ik dus in de trein een hele mooie boerderij had gezien. Ik zeg zomaar tegen mijn mannetje van, nou schat, het is een mooie boerderij. Het is leuker voor de hondjes. Ja, Karin is een beetje aan het dagdromen, dat is niet goed. Wie is nog meer aan het dagdromen? En zoals als je inderdaad aan het dagdromen bent, we gaan die dagdromen over. Als je het wilt delen, zou ik onwijs leuk vinden. Top! Het is nu 15:40. Hij moet nog 1 pakketje afgegeven en bij de Hoogvliet hier ook in Voorburg. Rijswijk, Voorburg, Den Haag. Den Haag, Rijswijk, Voorburg. Voorburg, Den Haag, Rijswijk. Leidschendam. Ja, precies. Leidschendam, Voorburg, Rijswijk, Den Haag, Scheveningen. Ja, precies. En dan kan hij deze achterlijke t-shirt weer uit. Die PostNL die gaat hopelijk binnen nu en een jaar veranderen in het bedrijfslogo S-A-N-D-D. Zond. Yeah! Zond en deliver. Ja, Zoort en de Lever, ja. Dus nou, we gaan nu eens even naar de Hoogvliet. Naar de Hoogvliet, hier in Voorburg. IJsvliet. Nee, Hoogvliet. IJsvliet. Nee, ik heb nou keelzoekplinne. En daarna gaan we naar de Jumbo.
Nou, en wat ben jij ongezellig? Ja, we gaan naar de... Jumbo. Met volle mond. Mag dat? En van je ouders? Nee. Maar voor mij wel hoor. Maar voor mij mag je het wel hoor. Ja, voor mij mag je het wel doen. Nou, en toen stonden we dus ik te wachten bij de Hoogvliet. Ja, bij de Hoogvliet. Even wachten tot dat meneertje terugkomt met zijn post in te leveren. Toen was ik weer net even donker, maar dat komt wel weer goed. Dus even wachten, even kijken of het er zo aankomt. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Even kijken of ik wil wat ik wil. Kijk, ik heb nou de ding daar, zijn stuur. Even mijn camera goed vasthouden, lijkt me handig hè. Kijk. Ja, even wachten tot dat mannetje weer naar bed komt en dan gaan we naar de Jumbo kijken. Dus hebben ze nu bij de Hoogvliet. Kijk, bij de Hoogvliet. Ja, en dan moet ik even zo mijn schermpje goed zetten. Anders werkt het nog niet. Nou wel, dat vind ik het leukste. Ja, want kijk, ik hou met deze en zijn fiets vast. Dus ik moet het wel even zo doen. Steek ik druk in de Hoogvliet. Alles was hier al. Kijk, daar komt hij aan, daar komt hij aan, daar komt hij aan. Hi, schat. Hi. Was het druk? Nee, het was niet druk. Maar? Er waren te weinig medewerkers voor de kassa. Personeel. Ah, leuk. Er waren twee kassa's. Hey, ja. Daarvan één open. En geen kassa-medewerker. Dat schiet ook niet op. Iemand van de servicebaan stond achter naar een pakketje te zoeken. Dus het was eigenlijk helemaal niemand bij de kassa's. Nee, dat zeg ik. Dus het was eigenlijk druk, maar eigenlijk ook niet. Te weinig personeel. Leuk, nat. Ja. Dus dat was even zoeken. En nu gaan we naar de... Jumbo! Jumbo! Zo, we zijn dus bij de Jumbo geweest. Kijk. Jumbo, 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 Jumbo. En we hebben weer wat gratis boodschappen gehaald. Gratis. Ja, en ik heb even Roos en boodschap in mijn mandje. Ook ideaal, want dan hoeft zij dat dus niet op zijn fiets mee te nemen. Wie dat niet op zijn fiets mee te nemen, dat ga je nou weer pakken. Kijk. Oeh, en ook wat lekkers. Kijk. Dit is gekookte worst. Neem jij niet aan mij? Helaas niet gratis. Nee, niet gratis. Nee, niet gratis. Hé, hey, wat een gratis. Lekker. Gekookte schouderham. Ja, ja. Maar van welk datum? Ik kan hem niet scherp stellen. Wacht heel even. Wacht even. En dan ook nog pittige peperkaas. Van die. Waarom willen we nou iets scherp stellen? Kom man. Eentje nemen? Nee. Ja, mag. Die is van 4-8-2018. Ik wou net al zeggen, ik kan hem nog niet scherp stellen. Kijk, en die is van 3-8-2018. Van gisteren en toch gratis, want normaal dan... Moet je het eigenlijk inleveren, dan krijg je een nieuwe, gratis. Ja, en hoeveel hebben we er ook gratis? Er waren er niet meer, dus dit was de laatste. Ja, en de rest, wat we mee dus, hebben. Er was niks meer. Nee, dus op de datum erop. Je kunt niks gratis krijgen, wel jammer. Nee. Dus dan moet je het eigenlijk nu al opeten. Oh, lekker. Kijk, mensen. Kijk hier aan. Nou! Mag jij hem bij mij erin doen? Ja. Ik heb er al twee. Nog één. Dan heb je nog twee. Ja, lekker. Is lekker? Ja, best wel. Gratis, eet je. Het is afsluitbaar.
Dat is mooi. Dan zal meteen een badje opzetten, hè? Ja. Heb je er zin in? Ja. En warm, hè? Warm bad, lekker. En maar niet zo koud, hè? Niet meer koud, bad. Buiten. Maar met die proces nemen we jullie echt wel mee. Met opzetten. Ja. Want ik ga de en met de en waarheid er gewoon in. Maar dat hoeven jullie ook niet te zien. Ik ook en niet. Nee, komt. Maar hij mag het zien. Ja. Is dat wel? Niels Joost, die mag het weten. Nee. Joost niet weten? Nee. En want ik ken geen Joost. Dus scheelt wel. Mag het ook niet weten. Ik heb niet kent. Nee, maar, mensen die ons volgen, deel onze YouTube. Ja, delen. Dat is leuk. Delen. Gewoon delen op jullie social media. Als je deelt, vermenigvuldig ik het meteen ook. Ja, maar. Want ik wil eigenlijk, als alles doorgaat met mijn buitenlandcorrectie, wil ik daarna dus een Q&A gaan doen. Q&A, ja. Dus vraag en antwoord. Jij de vragen stelt en antwoorden worden de kijkers gegeven of net andersom? Ha. Even serieus. En ik wil dus ook dan een winactie doen. We. Dus, hoe massaal jullie het gaan delen, hoe beter het wordt en ook voor jullie. Want ik wil niet op nummer 244 blijven staan, ik wil groeien. Ja. Net zoals iedereen. Dus elke vlog die online komt, gewoon lekker delen, liken, reactie geven. Dankjewel. Ja. Dus daar achterlaten. Want als wij dus tegen de 500 aan gaan tikken, gaan wij dus een winactie uitgeven. Uitdoen. Ja. Geven, doen, maken. Dus. Bij de 1000. Nee, 500. Okay. Bij de 500, want we blijven nu hangen op de 244. Ja. En als we op de 500 zitten, dan gaan we dus een prijs winactie doen. Oké. Okay. Dus. Dat weet ik nog niet. Oh, okay. Zover zijn we nog niet. Okay. Ik wil eerst naar de 500 toe werken. Ja. En dan zien we dan wel weer verder. Hij denkt weer te ver. Nou, moet hij niet doen. Nee. Nou, goedemiddag allemaal. We zijn dus weer thuis aangekomen. Deze bad gaat dus in deze slaapkamertje staan. Een eigen privé. Oeh, zo'n bad. Kijk, daar heb je hem dus. Nou, dan mag deze dus weer weg. Ja, kan ook. Mag ook. Ik heb deze al een beetje naar beneden gedaan voor gasten die daar op dit moment zitten. Gaat hun even niks aan. Het kan wel, maar zodra wij dus... Ja. Zo. Ja, dat zeg ik. Deze zoets hoor, ik weet niet. Dat zeg ik. Oh, halt, row. Ga met je poten van dat voeten, poten, schoenen. Van het juist. Moet ik helpen? Ja. Nou, vraag het dan ook. K. Het is leuk dat ik alleen hier al sta, maar wil je me helpen? Nee, nooit. Zelf weer. Ik ga even dit doen. Even jullie goed neer installeren. Dat jullie wel even dingen kunnen zien. Dat we mee bezig zijn. Of niet al te. Wacht heel even. Hij moet eerst even zometeen even deze uit elkaar. Zometeen weer even naar elkaar toe. Want anders is hij wel heel groot ook. Ja. Kan je niet overklappen en dan dit wat aan? Ja, dat was het ook wel weer toe. Ik weet het naar vier kanten. Even vanuit gaan, zo. Hallo, deze en deze. De twee hoeken pakken. De twee hoeken, ja. Nee, wel die kant op. Ja. Ja. Halt. Halt, kom jij even met die hoek naar mij toe. Ja. Ja, schat.
Zo, ja, dat gaat best wel met deze hoek weer een beetje. Dan moet die op de lijn. En dan pak jij hem eventjes zo weer. Rood niet. Je moet daar die hoeken weer pakken. Of ik pak deze hoek. Zo. En dan zo. Zo. Ja. Even trekken. Ja. Nee, niet zo hard trekken. En dan eigenlijk weer naar de grond met die hoek binnen mij. Nee, dat mag dit weer erop. Gewoon even met die hoek naar mij. Met die hoek naar mij. Juist. Ja. Juist. En dan eigenlijk zo neerleggen. Zo, maar even, ja. Nee, zijn nou die daar, pas. Ja. Oh, ja. En voor die kleed ook met die schoen van jou? Juist, neerleggen. Hé. Rustig. Zo. Sorry, ik stond met mijn kontje ervoor. Hartstikke leuk. Maar we hebben even mij filmen. Ja, en dan gaan we filmen hoe ik het uit ga pakken, maar we kunnen jullie niet waarschijnlijk helemaal meenemen. Omdat batterij maar één batterijtje heeft. Eén streepje, één batterij. Maar wel zoveel mogelijk. Wat een sick idee. Ja mensen, ik ga mijn eigen zoeken. Mooi. Even een loosje af, want anders heb ik een probleem met mijn straatje erbij. Dat is lekker. Zo. Zo. Ik zei daar even gepakt, denk ik. Even kijken hoe we dat gaan doen. Hij is goed. Nee, daar een doekje, ja. En naast de spoelzager. En dan deze daar even neer. Yep. Dan gaat het namelijk hier al naartoe, namelijk. Ja, mooi. Dan kan deze er nog even in. Dan kan deze ook nog even daar erop. Een hele volksverbouwing, weten we. Zo, alsjeblieft. We gaan eerst even nu even de camera even opladen. En dan zien jullie hem zometeen wel eventjes. Roderick die gaat sowieso eventjes zonder mijn telefoon een stukje opnemen. Want die heeft nog wel 60%. En dan als die zometeen een beetje klaar is, dan komen we wel weer terug. Want dan in die tussentijd kan deze camera even gaan opladen. Dus...
Tegen, maar hij gaat...
Ja. Laat jullie wat zien. Kijk. Dit is onze privé zwembadje. Ook midden in een soort van slaapkamertje. Ja. Dus hier ga ik dus straks weer in. Samen lekker met Ro. Gezellig. Het is hier al blotje hoort. Het is echt hier blot hot. Ja, het is hier heel heet. Oké, okay, maakt niet uit. Dus we gaan er zo meteen gewoon even in. Het is heel lekker warm. Sowieso. Dus ja. Oh, het is hier wel donker, mensen. Ja. Is dat leuk? Donker? Nee. Kijk, dat is weer beter. Ja. Dus ja, dat is ons privébad. Lekker. Heerlijk. Vind je dat ook leuk? Ik zou zich gewoon doen. Echt waar. Ja, bij deze wil ik, namens ook Ro, jullie bedanken voor het weer, voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou weer leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat een leuke reactie achter, dat is ook zo belangrijk. En deel deze vlogs. Gewoon lekker delen. Blijf delen. Als jij doet, doe ik het ook. Laat ook even dan eventjes onderin dat je deze hebt gedeeld. Want dan ga ik naar jouw account. Naar jouw kanaal. En dan ga ik ook wat delen. En dat zal ik dan ook melden. Dus gewoon even Wim. Leuke wisselwerking. En dan misschien groei jij ook weer. En misschien groei je dan ook weer. En dan kunnen we allebei weer groeien. Dus ja. Nou, dit was de vlog weer. En we hopen dat jullie weer hebben genoten. En kijk uit voor deze warmte. Het is nog warm. En dan zouden we zeggen, dank jullie wel. En tot de volgende keer maar weer. Doei.